Zo, goedemorgen. Ik ben bij het Josje Wendt pretpraatloket en Percy staat er. Ja, ik mis Josje wel heel erg. Ja. Ja, ik mis jullie ook. Ja. Maar je bent nou lekker aan het wandelen. Ja. Hey, maar wat, je had net wat op je hoofd volgens mij toen je voorbij liep. En waar is je hoed nu? Ja, kijk, nou, ik draag heel veel hoeden. Ik heb een paar met hoedjes. Echt waar? Hey, zet hem eens op, joh. Want hij is wel gaaf. Ja. Leuk, man. Ja, en maar alles goed. En jij hoopt dat we snel weer naar buiten mogen. Ja, dat hoop ik, ja. Ja, hè? Ja. Dat we weer kunnen repeteren. Ja. Hè? Maar zullen we misschien nog wel even geduld moeten hebben. Maar stap voor stap komt het goed, hè? Ja, hoor. Top. Nou, ik vind het gezellig dat je... Ik hoorde je inderdaad al roepen. Ja, denk, hey, mijn grote vriend Percy. Ja. Je bent lekker aan het wandelen nu even. Ja, is heerlijk buiten. Ja. Kijk, als je binnen zit, dan... Nee, hè? Hoor je helemaal niet. De hele dag maar een beetje tv kijken. Nee, dat is niks, Percy. Nou... Lobby, het is ook gek als we daar lopen dan. Ja, ik zweer. Echt. Ja, die zit bij mij. Die is zo gek als een deur. Maar het is toch gezellig dat die bij jou is komen wonen? Is toch leuk? Nou, hey, doe je hem? Hé, maar Percy. Nou, wil iedereen aan je oor zitten? Ja, maar dat doet hij omdat hij jou zo leuk vindt, joh. En aardig vindt. Hé, maar zou je hem de groeten doen, Percy? Ja. Oké, en kom je nog eens een keertje kletsen? Ja. Oké. Oh, nee. Doeg.